Als je eenmaal weet dat ze rondrijden, zie je ze overal. De groene elektrische Kanta's van de stichting Heen en Weer. Sinds een half jaar rijden vrijwilligers minder mobiele Amsterdammers van A naar B in het centrum van de stad. Waar gaat de rit naartoe? Damsco neemt een inkijkje in de Kanta's vol anekdotes en verhalen. En ze hebben een koor dat heel goed is. Ja. De vorige keer zagen we hoe er in de Kanta van Heen en Weer speciale relaties kunnen ontstaan. Zo is chauffeur Karin erg gesteld op haar ritjes met haar klant mevrouw Rasker. De klik was dat ik van heel nieuwsgierig van aard ben en mevrouw Rasker heel graag vertelt. De schrijerstoren heeft niks te maken met wenende vrouwen die daar stonden om afscheid te nemen. Ja, ik weet tamelijk wat van gewoon de oude, het oude Amsterdam. Ze zochten zowel planners als chauffeurs, maar ik ben niet van het plannen, heb ik vroeger veel gedaan, maar wel van het rijden. Ik denk dat ik vroeger misschien wel vrachtwagenchauffeur wilde worden, want als wij met vakantie gingen, keek ik altijd naar vrachtwagens en vroeg ik me af, wat doen die mannen meer dan rijden als ze alleen zijn? Ik vond dat zo fascinerend en dat je dan in een ander land komt en dat je dan de zon ziet opgaan. Die grote auto's spraken me wel aan. Ik ben nog steeds in dienst voor het Rode Kruis. Toen corona kwam is het Rode Kruis een project begonnen voor rolstoelbusjes en voor de ambulance om coronapatiënten heen en weer te chaisen. En dat heb ik gedaan. Ja, dat is serieus werk in de zin van dan ben je wat stiller en dan vraag je minder en dan ben je meer met aandacht voor de patiënt. Terwijl nu heb je de grappen en de grollen van de klanten naast je. Zo leuk hier rijden. Ja. Ik ben laatst naar in de oude kerk geweest. Ja? Ja. Was daar, dat is een tentoonstelling. Ja. Ja, ik vind ze toch eigenlijk, dat zijn echt hele moderne vaak, hè? Met licht en kleur. Maar dat is toch leuk? Ja, maar het is gewoon een leuke buurt. Het is een super buurt en dan dat soort tentoonstellingen, die oude kerken. Ik vind het heel leuk. Ik heb vroeger. Wacht even, we gaan hier zo afzetten, maar loopt hier over de straat? Ja. Heen en Weer Centrum rijdt pas sinds begin dit jaar. Maar het hele groene Kanta-verhaal kent zijn oorsprong in Zuid, waar er al 6 jaar gereden wordt. Tietja van Grol is een van de grondleggers van de vereniging Heen en Weer, die als koepel fungeert voor alle 3 losse stichtingen per buurt. De Pijprivierenbuurt, Oud-Zuid en dus het centrum. Mia Bouwhuis en ik hebben het opgericht, nu 6,5 jaar geleden. Wij hadden een brainstormgroep over, nou, als je nu zelf toekomstig ouder bent wat, en je moet zelf dingen regelen, wat zouden we dan fijn vinden om te hebben? En wat zouden we ook zelf kunnen regelen? En toen kwamen we er eigenlijk achter dat die mobiliteit op de hele korte afstand, dus gewoon van hier naar een paar straten verderop, dat eigenlijk het grote probleem was. We dachten toen wel meteen aan Kanta's, omdat hier is het natuurlijk allemaal klein en druk en zo en vol. We hadden geen geld om een stichting op te richten en we hadden geen geld. Ja, we moesten eerst de stichting hebben om fondsen te werven. Mm. En toen kregen we een anonieme schenking van een bewoner van 18.000 euro. Oh, en wow. Toen konden we natuurlijk, toen moesten we ook meteen aan de bak natuurlijk. Rustig op. Ja. Van de week zat ik met mijn man. Wij hoorden dat er iemand 1,5 miljard gewonnen had in de Verenigde Staten. En we zaten zo'n beetje te. Dan gaan wij altijd een beetje bedenken wat wij dan zouden doen. Toen zei ik, nou, als ik 1,5 miljard zou winnen, dan zou ik gewoon 22 groene autootjes kopen. En dan geef ik elk wijkgebied in Amsterdam een heen en weer. En dan kunnen ze overal mensen gewoon in hun eigen buurt weer onderdeel zijn van hun eigen omgevingen. Ja, dat komt allemaal zo. Tot zo. Hoi. Lukt het? Ja hoor. Yes.
aangezien ik een hele bescheiden, proberende amateurfotograaf te zijn, hangt er wel wat van mij. Die, de hand van mijn vader toen hij 98 was, met zijn jeneverglas. Vind ik een hele mooie overigens. Nou, omdat je die prachtige hand, die oude hand met die zoveel dingen heeft aangeraakt in het leven en heeft omarmd. Ja, dat is een ontroerende foto geworden, vind ik zelf. Ja, echt de hand, hoe die er ook ligt, dat is zo mijn vader. En die. En ja, deze heb ik speciaal gemaakt. Ik heb Toon links gekleurd gelaten, heel bewust, en alleen zijn hoofd van de achterkant. Omdat ik het lastig vond, omdat mensen dan altijd gaan vragen van, hoe oud is Toon daar? Ik heb een zoon die heel erg ziek is geweest en die is overleden. En wij hebben heel veel hulp nodig gehad in die tijd. En we zijn heel afhankelijk geweest van lieve vrienden die ons daarbij wilden helpen. Omdat ja, Toon die werd volledig invalide. Het moet niet afleiden. Toon is natuurlijk zo'n mooi verhaal, maar en leidt snel af. En zo niet. Dit was een portret van de drie kinderen. Dus ik heb het zo gelaten. Toon gekleurd en alleen zijn mooie krullen en een beetje zo van opzij. En de twee andere kinderen vol in het gezicht, maar ook weer niet kijkend naar mij toe. Dat vond ik wel mooi. Dus ik ben bekend met rolstoelen. En hoe ontoegankelijk Amsterdam toen zeker was voor rolstoelen. Misschien is het daardoor wel gekomen dat ik het prettig vind om wat voor de medemens te doen. Ja.